Dit is de LG G Watch, de eerste smartwatch die draait op Android Wear. Het nieuwe besturingssysteem speciaal voor dit soort wearables, ofwel draagbare gadgets. Dit is zeker niet de eerste smartwatch, want je hebt bijvoorbeeld ook de Samsung Gear Fit. Maar wat maakt deze nou zo uniek? Het is een vierkant horloge, zoals je ziet, met een schermpje van 250x250 pixels. En het eerste wat we ervan zien is dat hij niet heel erg mooi is. Hij wordt geleverd met dit witte bandje, al kun je hem ook krijgen in het zwart. Dat ziet er iets mooier uit. Maar dit bandje heeft wel een universele maat, waarmee je er ook mee naar de juwelier kan, zodat je er je eigen bandje op kunt zetten. Dat scheelt wel een beetje. Het ziet er nu nog een beetje raar uit als je zo'n ding om je pols hebt, zeker als je er tegen gaat praten. Maar we denken dat dat best wel mee gaat vallen als over een paar jaar meer mensen met zo'n horloge rondlopen. Nu vraag je je natuurlijk af wat je eigenlijk met zo'n smartwatch kunt. En de G-Watch heeft eigenlijk twee belangrijke functies. Aan de ene kant kun je er notificaties op ontvangen die je ook op je telefoon krijgt. En aan de andere kant kun je, zoals we net zeiden, via spraak commando's aan het ding geven. Zo kun je er bijvoorbeeld je navigatie mee opstarten. Of je kunt er herinneringen aan geven of de muziek op je smartphone mee bedienen. Oké, Google. Navigate to a petrol station nearby. Voorlopig werkt die spraakherkenning alleen nog in het Engels, maar in de toekomst moet het ook mogelijk worden om in het Nederlands tegen de smartwatch te kunnen praten. Ook krijg je alle notificaties van je smartphone op je horloge binnen. En zo kun je vanaf je pols een WhatsApp berichtje lezen en dan beslissen of het de moeite waard is om daarvoor je smartphone uit je broekzak te halen. In de praktijk scheelt dat ontzettend veel tijd, want pas als je een dag met zo'n smartwatch rondloopt, krijg je eigenlijk pas door hoe vaak je je telefoon wel niet uit je broekzak haalt en ontgrendelt en je app moet opstarten. Dat heb je allemaal niet met deze smartwatch. Deze smartwatch draait op Android Wear. Dat is een besturingssysteem dat Google heeft ontworpen. Met Android Wear kunnen ontwikkelaars hun app speciaal aanpassen voor dit soort wearables, dit soort draagbare gadgets. En dan maakt het niet uit of je dadelijk een smartwatch hebt van LG of eentje van Samsung. Op dit moment kun je de meeste notificaties van je smartphone alleen nog maar lezen op deze smartwatch. En als je een berichtje terug wilt sturen, dan moet je toch echt je telefoon erbij pakken. Maar er zijn ook apps, zoals die van Twitter, waarmee je vanuit die smartwatch gelijk een antwoord kan terugsturen of een bericht kan retweeten. En omdat deze smartwatch draait op een universeel besturingssysteem, kunnen straks alle ontwikkelaars hun apps maken voor al dit soort smartwatches. En dat betekent dat we heel veel hoop hebben voor de toekomst van deze apparaten. De G-Watch is zeker niet de enige smartwatch op de markt op dit moment. Maar juist omdat die Android Wear draait, zien we het pas echt nut voor slimme horloges. Dat het apparaat zelf niet zo heel mooi is, daar is wel wat aan te doen. Maar met Android Wear lijkt het erop dat de smartwatch wel heel groot gaat worden. En ja, je kunt er ook gewoon de tijd op lezen.